Hallo iedereen, welkom in deze video. We gaan in deze video kijken naar de woordjes komen en gaan. Komen of gaan. Ik heb een aantal voorbeeldzinnen voor jullie. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik ga om 12 uur naar huis. Je kan ook zeggen om 12 uur ga ik naar huis. En dan heb je inversie. Dat betekent je verwisselt het werkwoord en het persoonlijk voornaamwoord van plaats. In dit geval wordt ik ga, ga ik. En waarom? Omdat de zin met een ander woord begint. We kunnen de vraag stellen, om hoe laat ga jij naar huis? En dan kan je zeggen, bijvoorbeeld, ik ga ook om 12 uur naar huis. Ik ga ook. Ook betekent also. En dat komt altijd achter jouw werkwoord in een positieve zin. En je kan ook zeggen, ik ga ook naar huis om 12 uur. Dus beide zinnen zijn goed wat betreft zinsbouw. Ik ga ook om 12 uur naar huis, of ik ga ook naar huis om 12 uur. Die zijn exact hetzelfde en allebei even goed. Om hoe laat kom jij thuis? Kom jij thuis? De eerste vraag, hoe laat ga jij naar huis? De tweede vraag, om hoe laat kom jij thuis? Dan ga je zeggen, ik kom thuis. Dus dat betekent eigenlijk, ik kom in mijn huis aan. Ik arriveer in mijn huis. Maar je zegt, ik kom thuis. En hier zeg je wel, ik ga naar huis. Je zegt niet, ik ga naar thuis. Of ik ga thuis. Ik ga naar huis. Ik kom thuis. TH. Wat je niet kan zeggen, wat helemaal fout is, is dit. Ik kom thuis aan om 12 uur. Nee, geen aan. Niet. Ik kom thuis aan om 12 uur. Is niet juist. Misschien ga je dat wel horen in sommige dialecten, maar het is geen correct Nederlands. Je moet zeggen dan, ik kom om 12 uur thuis. Of, ik kom thuis om 12 uur. Dat kan ook. Ik zal die zin er ook nog even bij zetten. Ik kom thuis om 12 uur. Dat kan ook. Maar geen aan erbij. Niet. Dan hebben we nog een paar voorbeelden hier. Ik bel mijn vrouw, of ik zou dan kunnen zeggen ook, ik bel mijn man, of ik bel mijn vriend. En ik zeg, ik ben op school. Ik kom nu naar huis. Betekent, ik vertrek nu. Mijn vrouw, hoe laat is het? Ik, het is 10:50. Het is 10:50. Vrouw. Om hoe laat kom jij thuis? Ik kom thuis om 1:15. Ik kom thuis om 1:15. Betekent, ik ben thuis om 1:15. Dan arriveer ik. Ik kom thuis. Kijk, ik kom nu naar huis, maar ik kom thuis. Ik vertrek nu. Hier, ik vertrek nu. Maar hier kom ik thuis. Zien jullie het verschil tussen komen en gaan en tussen huis en thuis? Hebben jullie vragen? Zet ze hieronder in de comments, dan kan ik ze beantwoorden. Maar, voor het zover is, gaan we nog even een oefening maken. Zijn jullie klaar voor de oefeningen? Want het zijn er meer dan één. Zo, oefening. Vul in een vorm van thuiskomen.
Wat gaan we hier invullen? Ik lees de zin zonder het woordje dat je moet invullen en ik geef jullie even kort de tijd om na te denken en dan geef ik jullie het juiste antwoord. Als ik te snel ga, als jullie meer tijd nodig hebben om na te denken, pauzeer de video dan even, zodat je de oefening in je eigen tempo kan maken. Je kan ook de video een paar keer opnieuw bekijken en op die manier oefenen. Is maar net wat jullie het makkelijkste vinden. Maar ik raad altijd aan om eventjes te pauzeren. Goed, vul in een vorm van thuiskomen. Ik, om 12:30. En dan komt nu mijn antwoord. Ik kom thuis om 12:30. Ik kom thuis om 12:30. Jij ook om 12:30. Jij ook om 12:30. Hier komt het antwoord. Jij komt ook thuis om 12:30. Jij komt ook thuis om 12:30. Volgende zin. Hij pas om 14:00. Hij pas om 14:00. Hier komt het antwoord. Hij komt pas thuis om 14:00. Pas betekent niet eerder dan 14:00. Pas om 14:00. Niet om 13:30, niet om 14:50. Dus niet vroeger dan 14:00. Pas om 14:00. De volgende zin. Annie en Maria om 13:00. Hier komt het antwoord. Annie en Maria komen, want het is meervoud, komen thuis om 13:00. Komen thuis om 13:00. Volgende zin. Om hoe laat jullie... Om hoe laat jullie... Om hoe laat komen jullie thuis? Om hoe laat komen jullie thuis? Wij, 12:45. Wij komen thuis om 12:45. Zeg, om hoe laat? Jij? Zeg, om hoe laat? Hier komt het antwoord. Om hoe laat kom jij thuis? Zeg, om hoe laat kom jij thuis? Laten we naar de volgende oefening gaan. Dan moet je een vorm invullen van komen of gaan. Zijn jullie klaar voor de oefening? Als dit nu te veel is en jullie zeggen van, goh zeg, amai, 3 oefeningen achter elkaar, dat is te veel, ne? Of dat duurt te lang, doe dan vandaag de eerste oefening, doe morgen de tweede en doe overmorgen de derde of verdeel dat op een andere manier. Hè? Je doet daarmee wat dat je wilt. Dus we gaan kijken, oefening 2. Vul in een vorm van kopen, komen of gaan. Ik nu naar huis. Jij nu pas thuis. Hier komt het antwoord. Ik ga nu naar huis. En hier, lees goed de rest van de zin, want het is een nieuwe zin, hè? Het is een nieuwe zin. Ik ga nu naar huis. Kom jij nu pas thuis? Kom jij nu pas thuis? Je bent zo laat. Kom jij nu pas thuis?
Isabel om 7:40 naar school. Isabel gaat om 7:40 naar school. Evelien thuis om 4:30. Evelien komt thuis om 4:30. Zij naar school in Antwerpen. Nu, je hebt hier twee mogelijkheden met zij. Het kan enkelvoud zijn, maar het kan ook meervoud zijn. Dat kan je niet opmaken uit de tekst. Dus ik zal ze allebei geven. Zij gaat, dat is voor het enkelvoud. En dan het meervoud is zij gaan naar school in Antwerpen. Zij gaat of zij gaan naar school in Antwerpen. De volgende zin is wel duidelijk meervoud, want je hebt wij. Wij ook naar school in Antwerpen. Wij gaan ook naar school in Antwerpen. Volgende zin. Peter en Rita, elke dag om 4:30 thuis. Peter en Rita komen elke dag om 4:30 thuis. En de volgende zin is een vraag. Jullie volgende week naar school? Nee, het is vakantie. Wat kan de vraag zijn? Hier komt mijn antwoord. Gaan jullie volgende week naar school? Nee, het is vakantie. En dan gaan we naar de derde oefening. Vul in een vorm van beginnen en eindigen. Iets begint en iets eindigt. Iets start en iets stopt. Beginnen, eindigen. De eerste zin. De les om 9:00 en om 11:55. Wat gaan we daar invullen? Welk woordje? En natuurlijk moet je dat werkwoord ook nog vervoegen. De les. Hier komt mijn antwoord. Denk eraan, als ik te snel ga, pauzeer de video eventjes, zodat je de oefening in je eigen tempo kan maken en een beetje langer kan nadenken als dat nodig is. De les begint om 9:00 en eindigt. Eindigt om 11:55. Om hoe laat jouw les? En als we kijken naar de volgende zin, dan staat er ergens als antwoord 9:00. Dus dan gaan we niet zeggen eindigen. Dan zou je wel heel vroeg les hebben. Dus ik zou zeggen beginnen. Om hoe laat begint jouw les? En dan als antwoord krijg je ook mijn les begint om 9:00. Om hoe laat begint jouw les? Mijn les begint om 9:00. En hier heb je dan het andere. De les begint, maar nu gaan we naar 5:00. Dus de vraag gaat zijn, om hoe laat eindigt jouw les? Mijn les eindigt om 5:00. Zeg, en om hoe laat jij? Oh, ik om 8:00. 8:00 is ook vroeg. Het is geen 20:00, het is 8:00, dus het is morgens. Dan kan je zeggen, om hoe laat begin jij? Om hoe laat begin jij? Geen T, want het is jij en het is een vraag met inversie. En dan valt de thee weg.
Om hoe laat begin jij? Ik begin. Ook geen thee, want het is ik. Ik geef nooit een thee. Ik begin om 8 uur. De lente. Op 21 maart. Hoe begint de lente dan of eindigt de lente dan? De lente begint op 21 maart. De winter op 20 maart. Als de lente begint op 21 maart, wat doet de winter dan? De winter eindigt op 20 maart. De film om 21:55 en om 22:00. De film. Hier gaan we het werkwoordje beginnen gebruiken. Zo, de film begint met een T, want het is derde persoon enkelvoud. De film begint om 21:55 en eindigt om 22:00. De film begint om 21:55 en eindigt om 22:00. Beginnen, starten, eindigen. Bedankt voor het kijken. Deze video is ook op zijn einde. Dit is het einde van de video. De video eindigt hier. De video eindigt hier. Vergeet het duimpje niet en abonneer voor meer. Bedankt voor het kijken. Salutjes en tot in de volgende.